werkt het. Als je het heftige water hebt, dat je het gaat produceren. Dus je kunt hier best wel op het water beginnen te slaan bij je catch. Om weer juist ontspanning en controle te houden. Dan gaan we naar de zijkant. Nu zie je ook weer, je begint te trekken achterin, omdat je moeite hebt met door de wind heen te komen. Probeer het makkelijk voorin te houden, zodat je achterin ontspannen kan blijven. En dan heb je de boot onder controle. Ik weet het, hij wiebelt alle kanten op, maar jij wiebelt ook alle kanten op. En dat zou je niet doen. Even ontspannen zitten. Makkelijker voorin bewegen. Dirk, niet te lang voor, losjes voor. Kijk hoe je nou oppakt. Nou zie je al dat ik meer hoog houd.